Over 10 dagen mag u naar de stembus. Maar gaat u ook? En weet u al op welke partij u gaat stemmen? Landelijke politici vrezen een opkomst lager dan 50%. En degenen die wel gaan stemmen, die weten nog helemaal niet waarop in veel gevallen. En dan is er bij ons in de stad ook heel veel te kiezen. U heeft de keuze uit maar liefst 17 partijen. En daarmee staat Utrecht op plek 4 als het gaat om lange kieslijst. Dit programma helpt het kiezen voor u iets makkelijker te maken. Wat hebben de zittende partijen te bieden? Waar zitten de verschillen? En wat brengen de nieuwkomers de stad? Welkom bij U kiest. Ja, van de 17 partijen waar u dus uit kunt kiezen, zitten er al 7 in de huidige gemeenteraad. En de lijsttrekkers daarvan, die zijn er vandaag. Welkom. U gaat straks ook met elkaar in debat. Fijn dat u er allemaal bent. En ze stellen zich even voor met een glimp uit het dagelijks leven. Daar gaat het. En dit is een uniek stukje Utrecht. En ik pik er even een paar lijsttrekkers uit om erop te reageren. D66, PvdA, jullie kwamen een beetje over als het meest bourgondische van het stel. D66, Klaas Verschuren, mag ik jou barista noemen? Nou, ik hou van een lekkere kop koffie, zeker. En die kan je ook zetten. Gilbert Isabella, de geneugde van het leven. Ik was een lekkere kop soep aan het eten in de Wartburg bij ouderen. Dus ja, dat is wel erg bourgondisch. Heel bourgondisch. Tegenovergestelde, Helene de Boer van GroenLinks. Echte workaholic, altijd achter je laptop? Nee, dat valt reuze mee. Ook zoek je daar ook een beetje ontspanning? Okay. Ja, Margreet, we hebben ook een hoop nieuwkomers in de zaal. Ja, dat klopt. Naast de zittende partijen zijn er maar liefst 10 nieuwe partijen bij ons in de stad. En vandaag stellen we er 5 aan u voor. En volgende week ziet u de rest. Mijn naam is Okke Snieders, lijsttrekker van de Oudere Partij Utrecht. Als ik in de gemeenteraad kom, wil ik proberen voor de ouderen van Utrecht een betere toekomst te geven. Ik ben Wim Vreeswijk van de Partij Vrij Utrecht en als wij zetels krijgen, dan gaan we er hard tegenaan met betrekking tot begrotingsdiscipline, minder prestigeprojecten, lagere belastingen enzovoort. Dus meer welzijn voor de Utrechter. Ik hoef ook nog huilen. Ik ben lijsttrekker en voorzitter van Ons Utrecht, de nieuwe politieke partij in onze stad. Als ik straks in de raad kom, wil ik voorkomen dat de bezuinigingen in de zorg en ouderen worden uitgevoerd. Ik ben Eva van Es, Partij voor de Dieren Utrecht. Als ik in de gemeenteraad kom van Utrecht, ga ik zorgen voor schone lucht, betere dierenopvang, afschaf van de hondenbelasting, meer stadslandbouw en groene speelplaatsen. Mijn naam is Marcel Visser. Als ik in de raad kom voor ouderen politiek actief, zal ik zorgen voor meer zorg en meer veiligheid. Mevrouw Rijpema, u bent wijkverpleegkundige. Ik hoor bijna alle partijen praten over zorg. Dat moet u geruststellen. Nou, niet echt, geloof ik hoor. Nee, ik ben toch wel een beetje argwanend met al deze beloftes. Er zijn heel veel bezuinigingen die er aankomen. En hoe gaan ze dat dan doen? Dank u wel. Ja, en meneer Vlaming, u bent bewoner van de Daalse buurt. Ik hoor de Partij voor de Dieren zeggen, ja, betere luchtkwaliteit. Daar bent u ook van, hè?
Ja, ik denk iedereen. Maar wat er met de huidige plannen van terecht gaat komen, dat moet zeker nog gaan blijken. Nou, laten we het horen. Dank u wel. Gemeenten morren over het huidige wietbeleid. Het werkt criminaliteit in de hand en het is ook nog eens heel onveilig en zorgt voor overlast. Moet de politiek dan harder optreden? Of moet de gemeente misschien zelf wiet gaan kweken? Maart 2011. Utrecht komt landelijk in het nieuws. De gemeente wil een wietkwekerij gedogen die coffeeshops bevoorraadt. Het plan is uniek. Nederland gedoogt weliswaar de verkoop van softdrugs, maar wiet produceren is verboden. Volgens het college is er hierdoor geen controle op de kwaliteit, met alle gezondheidsrisico's van dien. Om Den Haag te overtuigen wordt begin dit jaar een wiettop georganiseerd met tientallen burgemeesters. Zonder resultaat. Minister Opstelten blijft falikant tegen dit plan. Zij gaan er niet over. Ik vind het totaal geen oplossing voor het punt waar we voor staan. Dat is de overlast aanpakken en de criminaliteit aanpakken. Maar Utrecht kampt met meer problemen. Zo is het bij veel coffeeshops te druk. Want er zijn maar 10 coffeeshops, terwijl er ruimte is voor 17. 1 op de 4 branden in binnensteden heeft te maken met het binnentelen van wiet. Nu, 3 jaar nadat de gemeente aankondigde een wietkwekerij te gaan gedogen, is er nog steeds geen nieuw wietbeleid. En ik praat hierover verder met de lijsttrekker van D66, Klaas Verschuren, en de lijsttrekker van het CDA, Sander van Waveren. Om met D66 te beginnen, pro-wietbeleid, waar zou dan die nieuwe gemeentelijke wietkwekerij komen? Een gemeentelijke wietkwekerij is denk ik een misverstand. Het is namelijk het idee dat mensen dat zouden moeten doen onder supervisie van de gemeente. Dus wij reguleren als gemeente dat, maken het mogelijk, maar hebben toezicht op het aantal bestrijdingsmiddelen dat gebruikt wordt, dat het veilig gebeurt en waar dat in Utrecht kan. Nou, dus plek genoeg. Lage weide, staat een hoop leeg. Oh, in plaats van windmolens wietpark. Nou, maar is dat, moet ik me voorstellen dat mensen dan in zo'n wietclub het bij elkaar telen en dan verdelen? Ja, onder supervisie van de gemeente. Ja. En we zagen in het filmpje dat de druk op de huidige coffeeshops, er zijn er 10, er mogen er officieel 17, daardoor heel erg groot is. Bent u voor meer coffeeshops? Nou, als je meer coffeeshops, we hebben in het collegeprogramma 17 staan, dat daar vergunningen voor zijn. Op het moment dat je er meer hebt, neemt de overlast van de trek daarheen naar sommigen neemt af. Dus dat is goed. Er zijn ook initiatieven geweest, bijvoorbeeld voor een drive-in, voor een coffeeshop, wat meer buiten het centrum. Ik denk dat het initiatieven zijn die we zouden kunnen steunen. Dank u wel. CDA, meer coffeeshops erbij. Hartstikke goed idee. Lijkt me een heel slecht plan. Toen we er meer hadden, in de Hardebollestraat en de Breedstraatbuurt bijvoorbeeld, was daar veel meer overlast. Daar constateren we nu op het moment dat de coffeeshops weg zijn, wordt het rustiger, wordt het prettiger in die buurten. En volgens mij zouden we het aantal dus juist moeten terugbrengen. Bijvoorbeeld aan de Amsterdamse Straatweg, waar de bewoners nu protesteren, een petitie hebben aangeboden aan de gemeenteraad. Die zeggen, wij willen geen coffeeshop bij ons in de straat. Dit beleid maakt het mogelijk, wij willen dat veranderen. Maar ja, dan wordt de druk op die coffeeshops die er nog zijn alleen maar groter. Wat moet er dan komen? Een soort wietenboulevard? Nou, we hebben ook gezegd, als het moet, ergens aan de rand van de stad, buiten woonwijken in ieder geval, niet in de buurt van scholen. Als het er moet zijn, mag het daar zijn. Ja, maar als er dan een keer een plekje vrijkomt, en het zat weliswaar naast het manege, groene staan. Maar dan zegt u ook nee, terwijl ik denk dat meisjes van 12 nou niet echt de doelgroep zijn. Dat is wel een route waar heel veel kinderen langskomen. En het punt is dat we rond die coffeeshops zien we juist dat er ook gedeeld wordt, in de Breedstraatbuurt getippeld. Het trekt andere criminaliteit aan. Verkeer wat slecht rijdt, wild parkeert enzovoort. Dat moeten we niet willen. Bij jou heb je wat koffieshophouders, Margreet. Hoe denken die erover? Ja, ik ga het ze vragen. Onder andere Jeroen Bos hier. Jij hebt een koffieshop vlakbij de Beeldstraat, het Grasje. Hoe zit het met de overlast bij jullie? Ik begrijp dat het wel meevalt. Notabene, een raadslid van het CDA woont om de hoek en die zegt ook dat het wel meevalt. Het is eigenlijk heel rustig. Ik denk ook dat mensen die genieten van cannabis vaak juist veel rustiger zijn door die cannabis. Ja, maar bijvoorbeeld het parkeren, want daar hoor ik de heren over praten. Dat kan een probleem zijn, maar dat heeft denk ik ook iets te maken met de algehele toeloop. En dat is iets wat alleen maar groter wordt op het moment dat je weinig shops hebt. Ja. Mostafa Mazis, neem me niet kwalijk. Mazis, jij hebt ook een koffieshop op de Kroezelaan. Ja. Er is dus ruimte voor nog veel meer koffieshops. Wat vindt een koffieshop-eigenaar daar eigenlijk van? Dat is beter. Waarom? Dat maakt de verdrukte meer bij ons dan. En dan minder overlast zeg maar, bij andere coffeeshops. Ja. Dus jij bent voor meer collega's, meer concurrentie. Ja. Maakt mij niet uit. En als we kijken naar zo'n wietclub of wietkwekerij, ben je daar voor?
Ik ben daar in principe, sta ik daar wel positief tegenover, omdat het heel duidelijk aangeeft dat datgene wat niet geregeld is en wat je ook ziet in de buitenlanden die Nederland beginnen te volgen, wat ze meteen wel regelen, dat is dat de productie erbij hoort. Dus we hebben een heel wonderlijk bedrijf. Dat is bij ons materialiseert iets en dan mag het opeens verder, terwijl we kunnen het gewoon zelf maken. Ja. Meneer Vreeswijk, ik zag u fanatiek meeschrijven. Volgens mij bent u tegen meer coffeeshops. Ik ben voor veel minder coffeeshops. En liefst helemaal geen coffeeshops meer. Maar één grote coffeeshop buiten de stad. Buiten scholen. Buiten speelplaatsen en dergelijke. Waar kinderen in contact kunnen komen. En ik wil dus gewoon een coffeeshop die onder staatstoezicht staat. Dat alles gewoon legaal wordt ingekocht. Maar het is niet eens gemeentetoezicht, maar echt staatstoezicht. Staatstoezicht, ja. Ja. En had u ook al een plek in gedachten? In ieder geval, ik denk misschien Lage Weide of zo, die kant op. Nou, ik voel dat we het eens zijn. Een voorbeeld. Dank u wel. Ja, wij weten inmiddels wat de politiek vindt. Wij weten wat de coffeeshophouders vinden. Maar wij zijn ook zo geïnteresseerd in wat Utrecht eigenlijk vindt. En daarvoor gebruiken we Kieskompas. En Kieskompas had als stelling bij Wiet, de ontwikkeling van een gemeentelijke wietkwekerij moet worden gestopt. Nou, daar is 59% het niet mee eens. En dat wil ik dan even vertalen. Dan zegt dus eigenlijk 59% van de inwoners van Utrecht dat het experiment met een gemeentelijke wietkwekerij door moet gaan. Ja, dat vragen we even aan de VVD. Nou, meer dan de helft van de mensen vindt dat goed dat daarbij door wordt gegaan. Hoe verhoudt VVD lokaal zich tot het landelijke beleid? Want we weten natuurlijk dat Opstelte minister Mordicus tegen is. Nou, u heeft de minister ook al horen zeggen dat als het gaat om koffieshopbeleid, primair moet je de overlast bestrijden. En overlast is groot bij coffeeshops waar veel auto's aan en afrijden. Maar ook heel belangrijk is dat we ons realiseren dat van die illegale kwekerijen, het overgrote deel is daarvan voor de export. Dus met een paar gemeentelijke wietkwekerijen of hoe het dan ook mogen heten, los je eigenlijk die problematiek niet op. Dus wij zeggen, zorg dat je coffeeshops ook aan de rand van de stad hebt, zodat de overlast in de stad minder kan worden. En zorg dat je gewoon die illegale kwekerijen, dat je dat keihard aanpakt. En zo'n gemeentelijke wietkwekerij zien wij helemaal niets in. Maar Partij van de Arbeid, Joubert Isabella, dan zou dat betekenen dat je dus toch meer coffeeshops neer moet zetten, omdat anders die overlast alleen maar toeneemt, omdat de druk ook toeneemt. Nou, dat is wat je ook hoort van de bewoners. Hè. Dus wij zijn er echt voor om het meer te spreiden. Er is ruimte voor 17 en wat je moet willen doen is dat je het reguleert. Je moet kijken hoe je die veiligheid kunt garanderen. Ik hoor niemand iets zeggen over de volksgezondheid. Hè. Het Nederlands beleid is echt geënt op het voorkomen van slechte drugs en slecht gebruik daarvan. Dat is ook belangrijk voor onze jongeren, dat dat gewoon goed gebeurt. En daar staan wij voor. Dus wat ons betreft gereguleerd, goed organiseren met elkaar en het liefst op de plekken waar de bewoners er zo min mogelijk overlast van hebben. Christen, die zie ik heel hard nee schudden. Ja, het ging over volksgezondheid en dan moet meneer Isabel echt zijn feiten kennen. Want het laatste Trimbos-monitor is geweest. Daar staat dat de jongeren tussen 12 en 18 jaar die niet eens de koffieshop in mogen, dat het gebruik daarvan het hoogste is in heel Europa, in dit land. En dat hebben we te danken aan dat coffeeshops zo'n nationaal symbool zijn geworden. Als je buiten deze grenzen bent, dan kijken ze je gek aan of je, dat je niet elke dag in een coffeeshop zit. We hebben het echt te danken aan het nationaal symbool, de coffeeshop, dat we zo'n hoge gebruik hebben onder jongeren. Nou, en daar zou meneer Isabella zich echt druk over moeten maken. Heb ik ook wel eens heel veel jongeren zien blowen, dus ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar wat zou er gemeentelijk dan vooral wel moeten gebeuren, nou, als dat de ChristenUnie ligt? Nou, die 10, daar moeten we het bij houden. En we zien het ook, als het gaat om een nieuwe coffeeshop, bijvoorbeeld een Amsterdamstraatweg, dat de wijk meteen zegt, moeten we niet doen. 2000 handtekeningen afgelopen raadsvergadering van de wijk die zegt, doe nou alsjeblieft geen koffieshop in de straatweg. En zo simpel is het ook. Zodra we er algemeen over na moeten denken, moet er een koffieshop komen. Dan zegt iedereen, nou, misschien wel een goed idee. Maar zolang als die in jouw wijk komt, not in my backyard. GroenLinks, groen is het wel. Wat vindt u ervan? Groen is het zeker. Wij zijn voor uitbreiding van de koffieshop tot de 17 die ervoor staan. En wij vinden ook echt dat dat wiet-experiment, die kwekerij, dat goed van de grond moet komen. Dus dat we ook niet moeten wachten tot de minister het een keertje goed vindt. Maar dat je juist vanuit volksgezondheid de grenzen van de wet kunt opzoeken. En daar betere stappen in kunt maken. Ik hoor heel veel gemompel. Nog even één korte reactie, VVD. Ja, het grote punt is dat die illegale kwekerijen, die zal er maar naast wonen, daar doe je dus dan met dit beleid niets aan. Je moet juist die illegale kweek aanpakken. Daar moet je de focus op leggen. En ik zie dat D66 het daarmee eens is. Dus dank u wel. Uit de illegaliteit halen. Dank u wel. We gaan door naar het volgende onderwerp. Utrecht staat niet bepaald te boek als bereikbare stad. En dat imago wordt alleen maar verergerd door ingrepen als de knip bij de Kroezelaan, waardoor mensen enorm moeten omrijden. En de gemeente wil er nog één invoeren.
Verkeerschaos in de binnenstad. De laatste jaren is het meer regel dan uitzondering. In de stad wordt druk gebouwd en dat zorgt voor veel overlast voor het verkeer. Daarnaast wordt er ook geknipt in wegen, zoals bij de Kroezelaan. Waar de auto's eerst rechtdoor konden rijden, is de weg nu halverwege afgesloten. Het verkeer moet nu omrijden via het casino. De maatregel heeft als doel om automobilisten te ontmoedigen. Maar die lijken nu gewoon meer kilometers te maken. En er zijn meer plannen voor deze knips. Zo is er nog één gepland bij de Monicabrug. Hier moet het verkeer straks omrijden via de Amsterdamse straatweg. Door het toenemend aantal auto's zal de toch al slechte luchtkwaliteit hier nog verder achteruit gaan. En de luchtkwaliteit is nu al beneden de pijl volgens de Europese norm en twee keer volgens de gezondheidsnorm. En ja, met de toename daarvan zal het er niet beter van worden. Het knippen in wegen. Is het een goede maatregel tegen de verkeersoverlast in de stad? Of verplaatsen we het probleem alleen maar? En ik praat erover verder met lijsttrekker van de VVD, Kees Geldof, en Helene de Boer, lijsttrekker van GroenLinks. Tja, we kunnen er omheen draaien, maar laten we gewoon zeggen dat dit toch wel mislukt is. Niemand is er blij mee met die knip op de Kroezelaan. En dan wilt u er ook nog een invoeren bij de Monicabrug. Nou, de VVD heeft voor die knip gestemd. Wij waren tegen dat plan waar dat in stond. Dus wat dat betreft is dat een beetje verkeerde voorstelling. Maar we gaan er alsnog één doen, dus blijkbaar is het toch goed bevallen. Nou kijk, een knip is een manier om te zorgen dat het verkeer niet rechtdoor door de stad heen kan. Dus wat de bedoeling van zo'n knip is, is dat verkeer om de stad heen gaat. En dat je dus minder verkeer de stad in krijgt. En dat is echt nodig om de lucht schoner te maken in Utrecht. En voor de gezondheid van mensen. Want aan vieze lucht in Utrecht gaan echt mensen eerder dood. Ja, maar u zegt het argument is luchtkwaliteit of luchtvervuiling. Maar ook in het filmpje wordt gezegd, het verschuift alleen maar het probleem. Dan hebben we dadelijk vieze lucht op de Amsterdamse straatweg. Nou ja, dat is in ieder geval niet de bedoeling ervan. Dus wij zeggen ook, je moet heel goed in de gaten houden als je zo'n knip hebt, wat er vervolgens gebeurt. Maar en als je dan ziet, een beetje de verkeerde volgorde. Eerst knippen en dan kijken wat de gevolgen zijn. Nee, want de luchtkwaliteit is nu al dusdanig vies dat je echt maatregelen moet nemen. En zo'n knip is een onderdeel van een heel pakket. Dus je neemt allerlei maatregelen om die auto meer naar de randen van de stad te krijgen. En om in de stad juist schoon openbaar vervoer en fietsverkeer te krijgen. En de knip is daar een klein onderdeel van. Op dit moment noodzakelijk, maar zodra het kan zullen wij ook andere maatregelen. Maar heeft u het idee dat het werkt? Want mensen rijden gewoon nu massaal om en doen toch nog hun best om die stad in te komen. Nou, je ziet voor een deel dat mensen om gaan rijden en dat komt ook omdat er bij zo'n knip nog niet goed genoeg gehandhaafd wordt. Maar je ziet ook dat er mensen zijn die ervoor kiezen om niet meer met de auto de stad in te gaan en dat is ook precies de bedoeling van zo'n knip. Dank u wel. Kees Geldof, VVD, wat gaat u doen aan de slechte luchtkwaliteit? Slechte luchtkwaliteit. We zien dat in Utrecht de luchtkwaliteit gewoon echt de trend is dat de luchtkwaliteit beter wordt. En als je dan knips gaat invoeren, dan ben je echt aan het verkeerde eind aan het trekken. Want je krijgt inderdaad die verschuiving. De Amsterdamse straatweg, dat wordt straks geplaveid met auto's en dat staat de hele dag daar vast. Dat moet je dus niet willen. Je moet met name zorgen bij mobiliteit dat je mensen ja, de keuze geeft en de ruimte geeft. En het probleem is, GroenLinks is een anti-autopartij. En wil eigenlijk gewoon de stad. Maar ik hoor net dat u ook tegen heeft gestemd, voor die knip heeft gestemd bij de Kroezelaan. Het was in de tijd een heel groot plan. Het leek toen een goed idee. Maar toen waren er ook in de omgeving hele andere maatregelen bedacht. En dat is nu allemaal ook van de baan. Waar het op neerkomt is wij willen daar geen knip. Wij vinden die knip bij de Kroezelaan ook heel slecht. Wat je uiteindelijk moet doen, dat is zorgen dat je bussen bijvoorbeeld versneld verschoont. Want er rijden nog aardig vieze bussen door onze stad. Hè. Er is al een deel verschoond, maar daar kun je naar kijken. Maar je moet met name maatregelen nemen dat mensen de keuze hebben. Ja. Met welk vervoermiddel ze willen. Wij zijn van NNN. Ja, NNN. En iets anders. Als ik winkelier zou zijn in Utrecht Centrum Oost, dan zou ik niet blij zijn. Want ik zie klanten teruglopen omdat er betaald parkeren wordt ingevoerd. Als er überhaupt al parkeerplaatsen zijn. Als u het voor het zeggen heeft, wat gaat u eraan doen? Nou, wat dit college heeft gedaan, dat is dat bewoners eigenlijk niet meer betrokken zijn bij de vraag of er betaald parkeren in hun straat of wijk wordt ingevoerd. Dat was wel zo. Nou, dat systeem willen wij weer terug. En als het dan gaat om Tuindorp Oost, hebben de bewoners heel goed laten zien hoe ze er tegenaan kijken. En de ondernemers ook, direct daar weer mee stoppen. Want het is daar niet nodig. Mensen worden door overvallen. En het enige waar de bewoners dan nog een beetje over mogen meepraten is ja, over de venstertijd. En ook meer parkeerplaatsen, zou je daar ook voor pleiten? Op het moment dat er grotere behoefte is daar, dan kun je ook heel goed kijken, kunnen er meer parkeerplaatsen komen. En hoe gaat u dat betalen? Want het geld voor het bereikbaarheidsbudget is aan andere dingen uitgegeven.
Er is heel veel geld door dit college inderdaad in de gaten van de grondexploitatie gestopt. Hoe gaat maar dan zul je dus, dan zul je dus moeten verschuiven in budgetten. Overigens is er nog wel budget ook als het gaat om bereikbaarheid. Maar dat is maar beperkt. Dan heb je het met name over de westkant. Daar zit nog wel, is nog wel budget beschikbaar. Okay, maar dan zul je moeten Het leefbaarheidsbudget zou je heel goed in kunnen snijden. Bijvoorbeeld. Dank u wel. Het leefbaarheidsbudget. Waar heeft u met het geld gedaan? Nou, met het geld van bereikbaarheid zijn fietspaden aangelegd, snelfietsroutes. We hebben er een fietsfile voor in de plaats gekregen. De eerste fietsfile van Europa. Nou, die is inmiddels gelukkig ook grotendeels weer opgelost. En dat heeft niet zoveel met het fietsbeleid te maken, maar met de problemen in het stationsgebied. Daar wordt veel gebouwd en dat kun je niet altijd voorkomen. Wat ons betreft moet je daar wel altijd eerst kijken van hoe krijg je de fietsen snel doorheen. Want dat is daar het grootste knelpunt. En dat is ook precies het antwoord op de heer Geldof. Die zegt GroenLinks is een anti-autopartij. Nou, dat is GroenLinks niet. Alleen in een stad als Utrecht. Staat gewoon in uw programma. In een stad als Utrecht kun je niet en autoverkeer en fiets en openbaar vervoer allemaal faciliteren. Dank u wel. U zegt en of en u zegt en en. Nou, Margreet, wat vindt men met jou? Liever frisse lucht of lekker doorrijden? Ja, ik begin even bij Eva van Es, Partij voor de Dieren. In jullie programma staat duidelijk, wij gaan voor het verbeteren van luchtkwaliteit. Met of zonder knips? Die knips moet wel goed worden gekeken. Wij hebben niet specifiek die knips in het programma opgenomen. Ik denk wel dat we heel erg goed moeten kijken of die knip bij de Monicabrug er niet voor zorgt dat die Amsterdamse straatweg, die dus inderdaad al echt heel erg vuil is qua luchtverontreiniging, niet extra belast wordt. Er staat wel tegenover dat de knip bij de Monicabrug er wel voor zorgt dat ook de Oude Noord die erachter is een veel groenere straat wordt. En dat zijn wij wel heel erg voor groot voorstander van. Ja, ik blijf nog heel even bij de knips. Meneer Nijssen, u bent van Wijk 7. U bent voorzitter van het wijkcomité. U bent heel erg voor die knip van de Monicabrug. Ja, bij de Monicabrug. Waarom? Ja. Nou, de plannen om zo'n knip te maken, die zijn al heel lang aanwezig. 1992 was al het plan om zo'n knip te gaan maken. De bewoners nu, met name langs de Weertsingel, die wonen gewoon langs een verkeersriool. Waarbij doorgaand verkeer, wat helemaal niets in het centrum te zoeken heeft, helemaal van west naar oost dwars door de stad heen rijdt. En dat moet je gewoon niet willen. Nee, maar die mensen... bewoners van de Daalse buurt zeggen natuurlijk, ja mooi zo'n knip. Dan gaat het over de Amsterdamse straatweg. Dan hoest en proest ik. Nou, hoe dat verkeer precies zal gaan lopen, dat zal niet alleen over de Amsterdamse straatweg zijn. Dat zal zich over een groot deel van de stad gaan verspreiden. En de verschillende bewonerscomités willen dan ook met elkaar in overleg om te kijken hoe je de pijn voor alle verschillende buurten zoveel mogelijk kunt verzachten. Dus wij zien dat er problemen optreden, maar de knip moet er komen. Want van 's morgens tot 's avonds laat met een file voor je deur, daar wordt helemaal niemand bij van. Als ik nou heel even over Wijkzee nadenk, hè, waar die precies ligt, dan zou ik dus juist denken als die knip er komt, dan mag je niet meer vanaf de Oude Noord de Weertsingel oprijden, maar dan doe je het gewoon anders. Dan ga je over de brug, dan keer je in Wijkzee bij u voor de deur. Ja, dat klopt. En dan ga je de andere kant op en dan mag je toch de Weertsingel op. Ja, dat klopt. Maar dat... heeft u er toch juist veel meer last van? Nou, dat met name in tijdens de spitsuren zal dat nooit kunnen gebeuren. Kijk, in stille uren zal dat zeker gaan gebeuren. En daar hebben we ook al op gewezen. Maar dat is voor ons nog geen motief om te zeggen van nou, dan maar geen knip. Want die knip, die lost toch heel veel problemen op. Dank u wel. Als het gaat over bereikbaarheid, waren er bij Kieskompas nog veel meer vragen. Zo waren er twee stellingen. Er moet een verbreding komen van de A27 bij Amelisweert. Daar is 55% het niet mee eens. Er was nog een stelling op het thema bereikbaarheid. De parkeertarieven in Utrecht mogen worden verhoogd. Nou, daar zijn we helemaal heel erg uitgesproken over. Niet mee eens, zegt 65%. Ja, nou dat is duidelijk. Parkeertarieven verhogen, dat is niet populair. Om bij het CDA te beginnen, als u het voor het zeggen heeft, wat gebeurt er dan met het parkeerbeleid? We gaan meteen terug naar de oude situatie waar buurten zelf mochten beslissen of ze betaald parkeren willen invoeren. Dat hadden we vroeger, dat was een heel mooi systeem. Als de buurt zegt, we hebben te veel last van parkeren, kunnen ze de keuze maken tussen betaald parkeren of wat meer drukte op straat. Dit college heeft gezegd, wij weten op het stadhuis wel wat goed voor u is. Wij bepalen of er betaald parkeren wordt ingevoerd. In Tuindorp zien we wat daarvan komt. Bij de Mayella Park ook. Dat gaan we meteen terugdragen. De buurten gaan daar weer zelf over. Dank u wel. Nou, u zit in het college. U weet wat goed is voor de burger. Of niet? U heeft dat zo ingevoerd.
Wij zijn in gesprek met de burgers daarover. En het voorbeeld wat de heer Van Waver aan had bij de Majellepark, nou, daar ben ik toevallig ook wijkwethouder. Ik kan u ook vertellen dat ik daar heel veel bewoners heb gesproken die erg blij zijn dat het is ingevoerd. En waar het om gaat is dat je natuurlijk probeert die druk te verdelen. Want iedereen wil zo dicht mogelijk met de auto bij zijn plek van bestemming komen. Ja, dat kan gewoon niet in een grote stad als Utrecht. En dan moet je dat ook met elkaar willen dragen. En dat betekent dat je dat betaald parkeren ook op een, over een grotere schil moet spreiden. Dat is wat we aan het doen zijn. Maar en een heleboel mensen zijn die dat bewoners, weten. Waarom laat je dan niet zelf beslissen? Zijn er ontzettend blij mee dat het is ingevoerd. Ja, dank u wel. D66 zat ook in het laatste college. Wat heeft u ze nu te bieden? Kunnen ze tevreden terugkijken? Nog zo'n tweede knip eraan komen? Ik denk dat je moet zorgen voor dat het verkeer niet door de binnenstad heen wil trekken. En dat betekent dat D66 afgelopen donderdag in de laatste raadsvergadering nog heeft gepleit om zo snel mogelijk de noordelijke randweg rondom Utrecht aan te leggen. En het is helaas een VVD-minister die het geld voor bereikbaarheid daarin weghaalt. Want als je dat nou doet, dan maak je namelijk de reistijd van de even oostkant richting Amsterdam met een kwartier korter. Mensen staan nu stil in een weiland en het is echt heel erg jammer. Even in uw zin afmaken, heel kort reageren. Ja, hier wordt een verkeerd beeld geschetst. Waar het op neerkomt is, het geld voor die NRU, dat is inderdaad door de regering ietsje naar achter geschoven. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt is, als je het over bijvoorbeeld betaald parkeren hebt, heeft een participatiepartij als D66 heeft ervoor gezorgd dat het nu over de hoofden van mensen wordt besloten. Ja. En dat moeten we terugdraaien. Oké, dank u wel. ChristenUnie, tot slot heel kort. Ja, heel kort. We hebben het ook over de auto en het autoverkeer. Alleen, wat over de bereikbaarheid van fietsers? Ik bedoel, kijk eens hoe vaak fietsers voor rood licht moeten stoppen. Probeert u met de fiets van de ene kant naar de andere kant van de stad dan hoe vaak u voor rood staat. De ChristenUnie is ook door de Fietsersbond als dé fietspartij gekroond. Dus ik zou zeggen, laten we eens nou eens een aantal maatregelen voor fietsers gaan nemen. En daarmee worden automobilisten ontmoedigd en pakken zij de fiets. Dankjewel. SP, ik had u overgeslagen. Excuses. Ja, knipsen lossen natuurlijk het probleem niet op. Het probleem is dat gewoon te veel auto's Utrecht inkomen. En je kan met een knip gaan de file auto's omrijden. Dus maar ook autootje pesten. Nee, we willen bijvoorbeeld niet oude auto's weer uit de binnenstad. Maar wij hebben in Utrecht gewoon lagere luchtkwaliteitsnormen dan een stad als New York. Okay. Dus er moet veel meer gebeuren. Die auto's moeten gewoon de stad niet in. Dank u wel. Maar de zorg is misschien wel het belangrijkste thema deze verkiezing. En de reden waarom misschien u thuis ook zou moeten gaan stemmen. Want de gemeente die krijgt het straks voor het zeggen. Ook al is ook voor de politiek nog een beetje onduidelijk wat ons precies te wachten staat. De jeugdzorg wordt volgend jaar overgeheveld van de provincie naar de gemeentes. De achterliggende gedachte is dat op lokaal niveau beter maatwerk aan de jongeren kan worden geleverd. Maar organisaties die het moeten uitvoeren, zoals het jeugdbureau, denken dat het te snel gaat en dat er te weinig geld voor beschikbaar is. Het gevaar is dat de gemeentes meer beloven dan ze waar kunnen maken. De ouderenzorg gaat van het Rijk naar de gemeentes. Maar de meeste politieke partijen hebben daar helemaal geen duidelijke visie op, blijkt uit onderzoek van de Ouderenbond ANBO. In Utrecht merken ouderen vooral dat er bezuinigd wordt op zorgpersoneel en dat zorgcentra gesloten worden. En dat zorgt voor veel onrust. En ik praat erover verder met de lijsttrekker van de PvdA, Gilbert Isabella, lijsttrekker van ChristenUnie, Maarten van Ooyen, en de lijsttrekker van de SP, Nicole van Gemert. Om te beginnen, eigenlijk is het dus nog onduidelijk wat ons te wachten staat. Dat maakt het ook een beetje lastig, want u kunt nu ook heel veel dingen beloven en u wordt er pas over 4 jaar over afgerekend. En we weten niet wat het ons gaat kosten, dus het gaat misschien ook ten koste van andere potjes. Gilbert Isabella, bent u bijvoorbeeld bereid om het muziekaanbod in het Muziekpaleis te versoberen als blijkt dat de Utrechtse ouderen het niet goed hebben? Nou, laten we ervoor zorgen dat zorg voor ouderen en zorg voor jeugd gewoon goed georganiseerd wordt. Daar zijn we in de stad als Utrecht heel erg goed mee bezig. Daar zijn we ook een heel eind op weg. Dat wordt ook door andere partijen zo bevestigd. Waar het de Partij van de Arbeid om gaat, is dat iedereen de zorg krijgt op het moment dat het nodig is en dat dat dicht bij de mensen zelf is georganiseerd. Dat is waar we nu mee bezig zijn. Ja, maar goed, als het dus blijkt dat het veel meer gaat kosten, want er moeten dezelfde taken gebeuren voor minder geld uit Den Haag, gaat dat dan ten koste van andere potjes? Bent u daartoe bereid? Maar laten we nou eerst eens kijken wat we doen. We proberen die zorg echt dicht bij de mensen te organiseren op gemeenteniveau, hè, want dat is waarom het ook naar de gemeente komt. Wij denken dat we dat ook slimmer en beter en kleiner kunnen organiseren, zonder dat dat ten koste gaat van de zorg. Want nogmaals, de zorg die mensen nodig. En andere dingen? Nou, als het nodig is, maken we dan een keuze. Maar laten we eerst die zorg eens goed organiseren dicht bij de mensen.
Dan kijken we daarna verder. Maar wij staan ervoor als Partij van de Arbeid dat iedereen de zorg krijgt die ze nodig heeft. Oké, SP. Wat vindt u van het landelijke regeringsbeleid en hoe merkt u dat in Utrecht? Ja, dat is eigenlijk bijna één op één doorvertaald. En dat is precies wat Isabella zegt, dat we niet de bezuinigingen zeg maar rechtstreeks doorrekenen naar de zorg in Utrecht. Wat je dus krijgt is dat het budget leidend wordt en niet de zorgvraag. Er wordt gewoon gezegd 40% bijvoorbeeld bij de thuiszorg moet er vanaf. We vervangen dus de thuiszorg in Utrecht alvast door een collectieve schoonmaakdienst, waardoor de hele signalerende functie verdwijnt. En het gaat alleen maar om het budget. En ik geloof er helemaal niks van, dat op het moment dat we niet genoeg hebben, dat de PvdA bereid is om het andere potjes bij te leggen. Want dat is in de afgelopen 4 jaar ook nooit gebeurd. Dat is uw repeterende plaatje, wat u steeds doet. U jaagt de mensen angst aan, terwijl wij als Partij van de Arbeid proberen. En volgens mij staat u voor hetzelfde onderdeel. Dus kom nou eens naast ons staan. Pak die hand eens aan in plaats van overal tegen te zijn. Als ik in een bejaardentehuis kom, waar mensen het bejaardentehuis uit moeten en bang zijn, dan zijn ze niet bang van de SP. Dan zijn ze bang van het beleid van de PvdA, wat van landelijk op ons afkomt. Dus ik denk niet dat er veel mensen zijn met angst die zeggen, dat komt allemaal door de praatjes van de SP. De bezuinigingen zijn er. Wat kunt u wel doen? Wat heeft u ze te bieden? Wij hebben zorgen weg te nemen. Wij hebben al die tijd gezegd, als er niet genoeg geld is voor de zorg, dan moet je dus uit andere potjes gaan halen. En dan moet je dus andere prioriteiten stellen. Dus u zou dat wel doen? Dan maar het muziekaanbod versoberen? Gewoon het hele muziekbeleid niet, bij wijze van spreken. Het maakt ons niet uit. Het gaat om de zorg. Zo hard zou u gaan? Ja, het zou ten koste van alles gaan? Ja. Maar dat vind ik dan altijd het vreemde verhaal van de SP. Het punt is namelijk dat we eerst eens moeten kijken waar we nu uiteindelijk, waar we uiteindelijk op neerkomen. Dat is één. En tweede is, we kunnen dat helemaal niet betalen. Want het gaat om zulke enorme bedragen. Als het gaat over de verzorgingshuizen, hè, waar een aantal zorgzwaartepakketten geen toegang meer doet hebben. Het gaat ook nog eens naar de zorgverzekeraar toe. Dus we hebben ook niks over te zeggen. Hè, dus, en de zorgverzekeraar gaat ook nog eens over de wijkverpleegkundigen. En als de SP het allemaal gaat betalen, dan heeft ze een begroting die volledig uit zijn voegen gaat. Maar wat zegt u nou eigenlijk? Het is realistisch om te denken dat de toekomstige potjes minder worden? Nee, wat realistisch is om te denken is dat de gemeente de schil rondom de zorg zo goed mogelijk moet inrichten. Want daar zit heel veel winst te boeken. Ja, maar daar zit precies het probleem. Hè? Want alles wordt wegbezuinigd. De dagbesteding wordt wegbezuinigd. Nee, ja. De thuiszorg wordt wegbezuinigd. Ja, cultuur kan ook een besteding zijn. Ja, maar, en die bezuinigt u dan ook weg. Het is zo tegenstrijdig dat we willen dat mensen, de mensen uit de verpleeghuizen gaan. We willen dat mensen langer thuis blijven werken, wonen. En dan tegelijkertijd gaan we bezuinigen op dat soort basisvoorzieningen als de thuiszorg. En dat is volgens mij zo tegenstrijdig. We breken het nu af, terwijl we wel willen dat mensen langer thuis blijven wonen. Op een andere manier, omdat we weten dat we ook met bezuinigingen worden geconfronteerd. Mm. Maar het uitgangspunt is zorg voor de mensen die dat nodig hebben. Dat doen we onder andere door inderdaad dichter bij de mensen te komen, de netwerken in te schakelen waar de heer Van der Ooyen het over heeft, maar ook door buurteams in te schakelen die echt vanuit allerlei professionele organisaties nu bij elkaar komen. Daarmee voorkom je versnippering, wat er nu heel erg veel is. En daardoor kan het wellicht iets goedkoper, zonder dat dat ten koste gaat van de zorg voor de mens. Dank u wel. Margreet, jij hebt bij je maar liefst 2 oudere partijen. Nou, die maken zich daar vast hard voor. Kan niet anders. Onder andere hier Okke Snieders van de Oudere Partij Utrecht. Op 20 februari tweet uw partij, en ik ga het even voorlezen, partijen hebben weinig oplossingen als het gaat om zorg en WMO. OPU, dat bent u, wel. U begrijpt, ik hang aan uw lippen. Ja, die landelijke maatregelen zijn behoorlijk dramatisch. Als daar inderdaad 40% zou worden gekort, dan vraag ik me af wat er met al die mensen moet gebeuren. Er zijn 800 instellingen of tehuizen die worden gesloten, als ik het heb begrepen, van de 2000. Dat is echt dramatisch. Ik denk dat inderdaad, als ik ook meneer Isabelle hoor, er zijn geen oplossingen vanuit de partijen die nu in het college zitten. Maar u heeft die wel. Ja, wij hebben wel oplossingen. Wij willen in de gemeente een vangnet creëren als het landelijk zo uitpakt. En wij denken dat te kunnen realiseren door enorm te bezuinigen op externe inhuur. In gemeente Utrecht wordt rond de 100 miljoen per jaar uitgegeven aan externe consultants, adviesbureaus. Allemaal op zorg? Nee, in het algemeen. Okay, ja. En dat is vaak adviesrapporten die niet eens gebruikt worden. Dus daar zit een enorme mogelijkheid. En als ik het iets praktischer maak voor die mensen in die zorgzwaarders 1, 2 en 3... die nu niet meer in een tehuis kunnen komen. Heeft u daar een oplossing voor? Ja, wij denken dus de instellingen die worden gesloten, die willen we proberen open te houden door middel van het oprichten van stichtingen. En dan zou dat met het budget wat we vrijmaken, zouden we die zorgtehuizen gewoon open kunnen houden. Oké, dank u wel. De andere oudere partij, moet ik eerst heel eventjes naar de basis terug. Want ik weet bijna zeker dat iedereen in Utrecht denkt, 2 oudere partijen. Waarom? Zo begonnen. En ik denk dat... U moet halverwege toch wel bedacht hebben, we gaan samen. Nee. Opa is een beweging die een vrije politiek voorstaat, waarin je geen coalitievorming meer hebt. En waarin je dus voor je idealen vecht. En op het moment dat ik dus de raad en de college zo hoor,
dan denk ik, ja, die samenhang en die samenwerking, die is er dus niet. En daar staan wij dus voor. Dat je dus als raadslid, want daar worden de besluiten genomen, meneer Isabella voert uit, of welke wethouder dan ook, en dat wordt opgedragen door de raad. Mensen moeten goed begrijpen dat het besluit bij de raad ligt. Dus de meerderheid in de raad moet gaan beslissen hoe de toekomst voor de ouderen eruit gaat zien. Ja, en als u het voor het zeggen heeft, hoe ziet die toekomst voor de ouderen eruit? Samenwerking om dus onderling in de raad de beslissingen te nemen die nodig zijn om ouderen te huizen, om die open te houden. En het beleid eigenlijk, wat er was, wat er geweest is, buiten de participatiemaatschappij om dat zo te houden. En als je de Utrechter laat zien wat het kost, dat hij het snapt en dat hij ook inzicht heeft in die financiën, dan zegt hij misschien wel, oké, ik ben bereid om 25 euro per maand meer te betalen om dat te behouden. Want het zou schande zijn als we dat niet kunnen. En dat is niet alleen voor ouderen, dus ook voor jongeren. Ik ga heel eventjes naar de werkvloer. Prima. Mevrouw Rijpema, u bent wijkverpleegkundige. Ja. U staat op de vloer. Wanneer kunt u weer rustig slapen? Nou, dat weet ik niet. Het is natuurlijk een landelijk probleem wat nu in de gemeente wordt gedeponeerd. Ik weet ook de oplossing niet, echt niet. Wat ik zie in de praktijk is natuurlijk dat hoogbejaarde mensen uit het verzorgingstehuis naar huis moeten. Maar die hebben natuurlijk helemaal geen huis meer. Dus waar gaan ze mensen dan? Ja, die moeten ergens een flatje gaan huren. Ja. En daar komt een schoonmaakbedrijf, komt daar schoonmaken. En dat is natuurlijk gewoon uitstel van executie. Want de problematiek die is er natuurlijk wel. Alleen niemand ziet het meer. En straks dan vallen ze en dan moeten ze naar het ziekenhuis. En dan komen de heupoperaties en revalidatietrajecten. En ik denk, ja, als je aan de basis toch blijft kijken hoe die mensen functioneren. Dus ik denk HVZ ook heel verleidelijk om dat bij de schoonmaakbedrijven te stationeren. Maar doe het niet. Nee, laat gewoon mensen die daarvoor opgeleid zijn poetsen. En dan misschien een uurtje minder. Maar laat ze het wel doen. Wat ik nou zo hoop, hè, dat er ergens één lichtpuntje is. Ziet u op de werkvloer ergens één lichtpuntje waar we ons aan vast kunnen houden? Nou ja, weet je, ik ben natuurlijk wijkverpleegkundige bij buurtzorg. Dus ga even naar Jos de Blok, want hij heeft het gewoon prima geregeld. En misschien kan hij de gemeente souffleren. Dank u wel. Ja? Ja, wij hebben het nu vooral over zorg, maar wij waren ook benieuwd naar het grotere geheel. Hoe sociaal wil Utrecht eigenlijk het gezicht van de stad? En als we dan kijken naar Kieskompas, daar staat daarin de volgende stelling. De gemeente kan beter tijdelijk schulden maken dan bezuinigen op sociale voorzieningen. En dat laat een behoorlijk evenwichtige verdeling zien. 36% die zegt nee hoor, doe maar schulden. 40% vindt dat niet en die wil dus bezuinigen. Dankjewel, Margreet. Ik hoorde heel veel gemor op wat vooral de heren politici nieuwkomers zeiden. GroenLinks, Helene de Boer, klopt het bakken met geld aan externen? Nou nee, dat is heel erg teruggedrongen. Maar voor GroenLinks is in ieder geval zorg een heel belangrijk onderwerp. Waar ook de kiezer een heel belangrijke keuze in kan maken dit keer. En eigenlijk is de vraag van kies je voor mensen en dus goede zorg. Of kies je voor bezuinigingen en dus voor cijfers. En GroenLinks kiest heel duidelijk voor de mensen. Ja, wat GroenLinks betreft, dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar u weet helemaal niet wat die cijfers nog zijn. Nee, dat klopt. Maar wat GroenLinks betreft mag het budget in ieder geval nooit bepalend zijn voor of iemand nog wel of niet zorg krijgt. Je kan gewoon niet tegen meneer 85 zeggen van nou, u krijgt zorg. En tegen mevrouw 86, sorry, het budget dus is dus als dat ten koste van groenvoorziening gaat, so be it. Nou, desnoods, je moet heel goed kijken, kan het goedkoper en waar maak je je keuzes in? Naar de VVD. Ziet u ook analoog aan uw partijleider landelijk een participatiestad voor u? Nou kijk, het is natuurlijk zo dat mensen die nu in een verzorgingshuis zitten, wat op termijn gesloten zou worden, dat verzorgingshuis ook goed moet zorgen dat die mensen ook weer een goede plek krijgen. Dat staat voorop. Maar op het moment dat je het hebt over participatiemaatschappij, het is niet nieuw dat mensen thuis wonen, ook als ze ouder worden. In 1980 woonden 63% van de 80-plussers in een verzorgingshuis of verpleeghuis. En dat is tegenwoordig is dat nog maar iets van 23%. Dat is dus niet nieuw. En waar we voor moeten zorgen is dat je ook mensen, op het moment dat ze zorg nodig hebben, je kun je ook vragen van wat kunt u zelf of wat kan uw omgeving zelf. En een belangrijk punt is ook, en daar ligt een opdracht voor de gemeente, zorg dat mensen thuis veilig kunnen wonen en zich veilig voelen. Dat heb je over twee dingen. Een alarmknop. Een alarmknop kan dan heel van belangrijk zijn op het moment dat iemand slechter been is. En een ander punt is ook dat als mantelzorg wordt verleend,
dan moeten mensen ook zeker zijn dat, stel een mantelzorger wordt ziek, dat er dan direct zorg beschikbaar is. Maar zegt u nou eigenlijk van ik moet maar geluk hebben dat ik lieve buren heb of kinderen die dan maar voor mij zorgen? Het is natuurlijk zo dat op het moment dat mensen echt zorg nodig hebben, moet je zorgen dat die er is. Maar het is niet gek dat je ook aan mensen vraagt van wat kunt u zelf? Ja. En wat kan uw omgeving eventueel, uw kinderen? Dat is niet gek. Nee. Dat moeten we ook gewoon ook durven doen. En dan zie je ook dat er heel veel mogelijkheden zijn. Dank u wel. CDA, wij horen ook bij RTV Utrecht en bij uw stad dat mensen zich ook inderdaad zorgen maken. Je hoort dat bijvoorbeeld verzorgingshuis Karijn gaat dicht. Er zitten nog mensen in, hebben geen idee wanneer ze dan ergens anders heen moeten en waarheen, krijgen ook niks te horen. Dat is toch inderdaad die onzekerheid die mevrouw beschrijft? Dat klopt, ik herken dat beeld ook. Wij zijn de afgelopen 4 jaar als CDA in bijna alle verzorgingshuizen van Utrecht geweest. Heel veel ouderen gesproken en je hoort die zorgen. En we hebben die ook meegenomen naar de gemeenteraad en gezegd, we moeten meer aandacht voor ouderen hebben. We hebben een eigen ouderennotitie geschreven met beleidsvoorstellen, omdat we zien dat het college daar te weinig aan deed. Maar leuk dat u een notitie schrijft, maar even concreet, wat gaat u doen dan voor ze? Concreet een aantal dingen waar wij ons voor in hebben gezet. Dat is die persoonsalarmering. Dat zeggen wij, zo'n knopje om je nek, als je thuis moet blijven wonen op een oudere leeftijd, dan moet dat goed geregeld zijn. Openbaar vervoer moet goed geregeld zijn. Dat moet winkelcentra op verzorgingshuizen aansluiten. En niet de drukke plekken waar veel studenten komen bijvoorbeeld. Prioriteiten daarin stellen. Zorgen dat de openbare ruimte er netjes bij ligt. Zodat de rollator netjes eroverheen gaat. Nou SP, dit wordt hartstikke goed geregeld. Ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk dat we nou bijvoorbeeld de thuiszorg gaan vervangen door een knop waar mensen op kunnen duwen. En ik ben heel erg bang met de SP voor het sociaal isolement van heel veel mensen die tussen wal en schip gaan vallen. Die niet assertief genoeg zijn om mantelzorg in te schakelen. Sommige mensen hebben niet. Er zijn mensen die komen dadelijk de deur niet meer uit en niemand die het nog opmerkt. En dat vind ik gewoon heel erg. En wat er gedaan wordt, is er wordt gewezen naar het Rijk met bezuinigingen. Er wordt gewezen naar de zorginstellingen die dichtgaan. Maar ik vind dat wij als gemeente Utrecht de regie moeten pakken en zorg voor moeten dragen. Dat alle mensen gewoon opgemerkt worden en goede zorg krijgen. Dank u wel. Ja, u heeft kunnen horen wat de politiek wil met uw stad. En met de enquête van Kieskompas weten we wat Utrecht vindt. Maar laten we nou eens dromen met z'n allen. Gewoon de ogen dicht, alles mag. En we zijn de straat op gegaan deze week en we hebben de mensen gevraagd, wat hoopt Utrecht? Ik wil niet dat het gemeente Utrecht het Rietveld College sloopt. Dat het college vooral kijkt naar de aspecten van groen en duurzaamheid. Daar moeten we op inzetten. Eindelijk de plannen eens nakomen waar ze al 10, 15 jaar mee bezig zijn. Ik wil graag dat het nieuwe college gaat kijken naar de woonvoorzieningen voor ouderen. En de zorgvoorzieningen voor ouderen. Nou, ik zou graag willen dat betaald parkeren weggaat van hier. Ik vind het heel lastig. Ik snap niet waarom wij nu moeten betalen voor iets wat vroeger gratis was. Ik vind het ook gevaarlijk geworden hoe mensen nu rondrijden om een plekje te vinden. Dus het is gevaarlijk voor de kinderen en het is heel ongezellig. Nou, ik vind dat ze het wegdek een beetje te vaak vernieuwen. Dus voor mij maar kunnen ze dat geld wel iets anders uitgeven als je mij eerlijk vraagt. In een stad een beetje meer schoonmaken. Ik hoop dat de gemeenteraad voor meer woningen zorgt voor studenten. Ik hoop dat Utrecht een hele feestelijke stad blijft en wordt en dat er veel te doen is voor jong en oud. Ja, en met deze positieve noot zijn we aan het einde gekomen van U kiest. Ik dank alle lijsttrekkers van harte voor hun deelname en natuurlijk heel veel succes met de verkiezingen. Ja, en ik dank al onze gasten en ik dank u voor het kijken. En kijkt u volgende week zondag weer, want dan hebben we een nieuw verkiezingsdebat met nieuwe Utrechtse thema's. Graag tot dan. Fijne zondag. Dag.